Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vandaag blijft het overwegend bewolkt. Ook op de satellietfoto kunnen we zien dat er veel bewolking over ons land trekt. Er valt uit het wolkendek verspreid ook wat lichte regen of motregen. En het is niet alleen grijs door de bewolking, maar ook nevelig of mistig. Ook vanmiddag blijft er kans op een beetje regen of motregen. Het wordt dan 7 of 8 graden. En er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond wordt het dan uiteindelijk op de meeste plaatsen wel droog, maar bewolking houdt er overhand. En het is ook nog steeds zacht. Ook morgen kijken we tegen een wolkendek aan. Vooral in de ochtend valt er dan een tijdlang regen. In de middag wordt het weer wat droger vanuit het noordwesten. En valt er misschien nog een enkele bui. Veel ruimte voor de zon is er niet. Waait een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Op zondag ook veel bewolking en regen. En vooral later op de dag gaat het ook nog eens stevig waaien. Aan de kust zelfs hard of stormachtig. Op maandag en dinsdag is het wat vaker droog en breekt soms de zon door. Het blijft aan de zachte kant. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.